Dit is het Weekendweerbericht van Omroep Penen. Vandaag hadden we nog te maken met wisselvallig weer met buien, waarbij de zon af en toe tevoorschijn kwam. De temperaturen vielen niet tegen met 16 à 17 graden. We hebben opnieuw een aantal mooie weerfoto's binnengekregen. We kregen van Fred Wagemans deze mooie foto binnen. Geert Wijnans stuurde ons deze foto toe. En Iti Jansen legde deze klaproos vast. Morgen zaterdag wordt het een sombere dag, want we houden veel bewolking en perioden met regen. Zondag wordt de kans op neerslag minder en zien we de zon weer wat meer. De temperaturen overdag in het weekend zijn normaal voor de tijd van het jaar, 14 à 15 graden. De laatste week in de zomertijd van het jaar start op maandag regenachtig, maar dinsdag en woensdag lijken mooie dagen met opklaringen en temperaturen richting 20 graden te worden. De nachten worden wel kouder en de kans op mistbanken neemt toe. Wil je ook alweer foto insturen? Dat kan. Stuur een mail met foto naar redactie.omroepnm.nl en wie weet zie ik jouw foto de volgende week terug in de uitzending. Tot slot onze uittip. Aanstaande zondag vindt het slagwerktreffen Peel en Maas plaats. Deze editie zal georganiseerd worden door slagwerkgroep Concordia Panningen. Vijf verschillende verenigingen zullen hier akte de présence geven. Voor nu een heel fijn weekend en tot de volgende keer.